Ja, ik ga nakaarten met Johan Danen van GroenDag, meneer Danen. Ja, u vroeg naar welke structurele maatregelen de minister wil nemen, minister van Leefmilieu Joke Schaafvliegen. Nu ze somt een reeks op die samenvat neerkomt op heffingen en strengere vergunningen om verspilling tegen te gaan. Bent u tevreden met dat antwoord? Ja, ik ben niet helemaal tevreden, omdat ik denk dat er een aantal zaken moeten gebeuren, maar vooral dat het beleid integraal moet zijn. Er moet een geïntegreerde visie zijn en een afgestemd beleid daarop. En ik vind dat er een aantal ad hoc maatregelen gebeuren, die moeten gebeuren natuurlijk. Maar dat is toch een rode lijn, hè? Die heffingen, die vergunningen? Ik vind dat het weinig samenhangt, vooral ook omdat ik zie dat het watergebruik eigenlijk niet in die mate vermindert. Dus ik denk, als je echt wil zorgen dat er minder water wordt gebruikt of verbruikt, dan moet je daar echt wel structurele maatregelen tegenover zetten. Ik ga een voorbeeld geven. Momenteel is het zo dat veel landbouwers water vernevelen over hun gewassen. Ja, dat is de manier waarop het gebeurt vaak. Maar blijkbaar zijn druppelslangen veel interessanter. Dus slangen die je op de grond legt en waar het water uitsijpelt en zo in de plant gaat. Met de vernevelen gaat er heel wat water verloren door verdamping, maar het verdruppelen niet. Nu, dat is natuurlijk een heel concrete maatregel, maar dat zijn volgens mij zaken die moeten gebeuren. Ook ja, maar dat is één maatregel, kan die het verbruik van ontelbare gezinnen compenseren? Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik stel gewoon vast, ook de communicatie die de minister aan de dag legt rond water en droogte, dat het waterverbruik en gebruik heel erg hoog blijft. Ondanks de hogere heffingen, ondanks de vergunningen die strenger worden toegekend. Ja, dus ik ben niet helemaal tevreden. Ik denk dat je moet kijken welke maatregelen neem ik en wat zijn de vervolgens de effecten. En die effecten zijn volgens ons helemaal niet sterk genoeg. Dus je moet andere dingen doen. Er is nog steeds heel veel verbruik van. Dus je moet andere dingen doen om dat watergebruik te verminderen. Andere dingen doen of nog strenger zijn, nog duurder worden? Want een ecologisch principe dat u bekend in de oren moet klinken als ecologist is de vervuiler betaalt. Ja. In het geval van water zou je kunnen zeggen de verspiller betaalt. Ja, dus maak het dan nog een beetje duurder. Ja, ik denk mensen die op een gewone manier water verbruiken, dat zou heel goedkoop moeten zijn. Want iedereen heeft een basishoeveelheid water nodig. Daar is geen enkele discussie over. Die prijs zou heel laag moeten zijn. Veel lager dan nu het geval is. Dan heb je een middencategorie, die mag iets duurder zijn, die prijs. Maar de mensen die zwembaden hebben of die echt heel erg speelzuchtig zijn met water, wel, die mag je echt wel heel hoge tarieven aanrekenen. En daar zou je de verspiller betaald nog meer kunnen aanrekenen. Ja, en op die manier kan je ook het water voor de mensen die gewoon verbruiken ook goedkoper maken. Dus op dat vlak denk ik wel dat er heel wat dingen te doen zijn nog. Dus die waterfactuur moet zeker bekeken worden. Maar het is ook zo dat ik merk dat naar waterhergebruik toe er ook nog heel veel kansen liggen. Bijvoorbeeld, experten zeggen mij dat ook, nu is het zo dat iedereen heeft een hemelwaterput, of de meeste mensen hebben een hemelwaterput in een tuin. Ondertussen is die in de meeste gevallen leeg natuurlijk. Mm-hmm. Maar men zou kunnen op wijkniveau putten of wateropvangpassages organiseren. Dus als men een vergunning geeft voor een verkaveling van een wijk bijvoorbeeld, zou men kunnen inschrijven dat er bijvoorbeeld een grote waterput moet zijn voor die ganse wijk. Ja. Want dat hoor je wel zeggen, hè? Dat in de regenrijke seizoenen, in de winter, in de herfst, slaan we te weinig op. Absoluut. En op die manier kan je dat doen. En op die manier zorg je ook voor minder overstromingen als het heel erg hard regent. En zorg dat je voldoende water hebt als het droog is. Dus ik denk dat er wel wat dingen te doen zijn die nu nog helemaal niet in plannen zitten. Maar daar moeten we echt wat sterker op inzetten. U begint over die overstromingen. Daar is misschien wel gelinkt aan wat u helemaal op het einde zei. In uw betoog, die betonstop, dat hangt met die overstromingen samen. Hè. Onze ruimtelijke ordening maakt dat we vaak met overstromingen zitten. En dat hangt samen met waterschaarste en hoe die te vermijden. Ja, alles hangt met alles eigenlijk wat samen en daarom ook is een geïntegreerd beleid heel belangrijk. Natuurlijk, in Vlaanderen is heel veel verhard en dat maakt natuurlijk dat heel veel water wat op een harde bodem neerstroomt, gaat via de riolering, de beken in en zo weg naar de zee, bij wijze van spreken, naar de rivieren. Het is tegelijk misschien een kans om het op te slaan. Dat is ook zo, maar nog beter is het eigenlijk dat water meer incijpelt in de bodem. Want natuurlijk als er voldoende water incijpelt, gaat er ook voor gezorgd worden dat je waterlagen voldoende waterrijk blijven natuurlijk. Mm-hmm. En dat is voor iedereen goed. Dus ik denk dat we er beide moeten doen. We moeten dus meer opslaan. Dat is goed tegen overstromingen en ook om droogte te bestrijden. Maar daarnaast moeten we ook meer perforeren eigenlijk. Dus meer water eigenlijk ontharden eigenlijk. Dus moeten we zorgen dat water meer kan incijpelen. Op die manier ga je ook voor een stukje en overstroming vermijden. Want natuurlijk als er minder verhard is, is de kans op overstromingen minder groot. En ga je ook bij droogte droogtebestendiger zijn. Dus eigenlijk is het zo dat heel veel zaken die goed zijn tegen overstromingen, zijn ook goed voor de droogte. Het klinkt een beetje contradictorisch, maar dat is wel het geval. Oké, bedankt voor dit interview, Johan Danen. Beste kijker, blijf nog bij ons. We zijn er meteen terug. Dan gaan we het hebben over de federale CO2-tax die er misschien zit aan te komen en welke impact die kan hebben op het Vlaams gevest. Tot zometeen.